Zo jongens, welkom. Welkom in de Italiaanse Dolomieten. Ja, dit zijn ze. Knijterruige gebergten. Ze zijn bijna 3000 meter hoog. En bestaande uit dolomietgesteenten. Maar de dolomietgesteente, dat is zo'n 250 miljoen jaar geleden gevormd. Tijdens de trias, in de tijd dat ook de eerste dino's kwamen. Nou, je ziet, het is heel ruig en het brokkelt af. En heel rotsig. En het komt dolomietgesteente is eigenlijk een vrij zacht gesteente. En door erosie krijg je deze ontzettend ruige vorm. Ik ga jullie meenemen straks naar twee verschillende locaties. Eentje wat meer in het dal. Dat is het oudere gesteente. En ik zal wat meer jullie meenemen naar het nieuwere gesteente. Dat zijn die ruige rotsblokken bovenin. Van beide neem ik monsters mee. En die beide monsters die gaan we meten met röntgenfluorescentiespectrometrie en met ICP-OES. Nou, van beide technieken kunnen we de elementaire samenstelling bepalen. En die elementaire samenstelling vertelt je dan weer heel veel over de ontstaansgeschiedenis van dit gebergte en dit gesteente. Daarover gaat de opdracht. Tot ziens! Ik ben iets lager gaan staan, maar we zijn hier in het oude deel van de Dolomieten. Het is het oudste gesteente van 250 tot 280 miljoen jaar geleden. Toen zag de wereld er heel anders uit. Dit is gevormd tijdens het Perm-Trias overgang. En in die overgang vond de grootste massa-extinctie uit van de aarde. 90% van de dieren gingen toen, die overleefden deze overgang niet. En dat, in die periode is dit gemaakt. Toen zag deze wereld er heel anders uit. Toen was dit één groot supercontinent, Pangea. En in die Pangea zat een zeestraat, genaamd Tiden. En in de Tiden was een ondiepe zee, kwamen rivieren op uit. Het sediment sloeg daar neer. En in die periode, en om die omstandigheden, zijn de gesteenten daar achter me zijn toen voor het eerst gevormd. Maar het is dolomietgesteente, dus het bevat veel calcium, magnesium, carbonaat. Je ziet ook al een beetje de rode kleur erdoor komen. Dat lijkt een beetje dat er ook ijzer in zit. Nou, al die major components gaan we bepalen met de röntgenfluorescentiespectrometer. Nou, volgende stuk. Het is ook interessant om naar spoorelementen te kijken. Dus de elementen met een lage concentratie. En dat gaan we doen met de ICP-OES. Ik neem straks een mooi stukje steen mee, dat ga ik destrueren en dat gaan we met z'n allen analyseren. Gegevens krijgen. Dit is dus het oude deel van de Dolomieten. Ik zal ook nog een filmpje opnemen van het nieuwe deel van de Dolomieten. Ja, nieuw. Met het typische wit-grijze dolomietgesteente. Die heeft een hele andere ontstaansgeschiedenis en dus een andere chemische samenstelling. Nou, je ziet er nog een bordje. Blijkbaar komt hier de Golden Eagle voorbij. Mocht jullie hem voorbij zien vliegen in het filmpje, laat hem even weten. Tot kijk! Zo jongens, welkom. We zijn hier bij de echt hoge rotsen. En het is moeilijk voor te stellen, maar dit was ooit een heel ander gebied. Dit is ontstaan in de Trias, zo'n 200 miljoen jaar geleden. Dus dit zijn al hele oude bergen waarop ik nu sta. En ook in de tijd van Pangea, dus ook nog het supercontinent. Maar in de tijd van de Trias is het supercontinent wat gaan bewegen. De huidige continenten zijn wat aan het bewegen geweest. Is qua vorm wat veranderd en daar waar bij het oude dolomietgesteente dat was ontstaan in een ondiepe zee, de Tiden. En dit gedeelte heeft een hele andere ontstaansgeschiedenis gekregen. In die tijd, alles heeft wat verplaatst, die ondiepe zee is weg. En in die tijd, in de tijd van de Trias, waarin de eerste dino's kwamen, was dit een lagune. Een oceaan als het ware. Met allemaal tropische eilanden, een beetje zoals de Caribbean nu. Met lagunes, met koraalriffen, met atollen, af en toe een vulkaan. Ja, echt Caribbean. Zo zag het er toen uit. Dus als je het even voorstelt, dit waar ik nu tegenaan zit te kijken, een enorme berggebied. Dit waren dus koraalriffen.
Nou, die koraalriffen, die namen natuurlijk calcium op, namen natuurlijk magnesium op. En op die manier is dat kalk ontstaan. Maar in de loop der jaren, daarna kwam de Jura, de echte dino-tijdperk, het krijt kwam daarna. Toen is al dit gesteente naar beneden gegaan. Het heeft daar zich verhard, het heeft daar ook een chemische omzetting heeft zich daar plaatsgevormd. En daar heeft zich het echte dolomietgesteente, waar je nu naar zit te kijken, heeft zich echt gevormd. En toen zo'n 35 miljoen jaar geleden kwam alles weer omhoog. Hè? Door de botsing van Afrika met Europa ontstonden de Alpen, maar ontstond ook dit gebied. En omdat dit veel poreuzer gesteente is dan bijvoorbeeld graniet, waar de Alpen van zijn gemaakt, ziet dit berg toch veel ruiger uit, want ja, het is behoorlijk onderhevig. Dat zie je ook tussen al die rotspartijen waarin ik nu zit, onder erosie. Hè? Er valt veel meer steengruis naar beneden. Nou, ik zal een stukje meenemen voor jullie. Ik zei al, dit is ontstaan in een tropische oceaan, dus een hele andere omstandigheden dan het oude dolomietgesteente. Dus ook dit gaan we analyseren met behulp van röntgenfluorescentiespectrometrie XRF en met behulp van ICP-OES voor de spoorelementen. En dan kunnen we die twee met elkaar vergelijken en kijken wat er nou zo specifiek is aan die omstandigheden. Ik ga straks voor jullie aan het lab, terug in Nederland, en dan zal ik de gegevens aan jullie sturen en kunnen jullie mee aan de slag. Tot kijk!